Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door woning, keukens en badkamers. Goedenavond, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. We zijn er op deze maandagavond met Hans de Zeeuw, directeur van FC Dordrecht. Hartelijk welkom Hans, leuk dat je er bent. Dankjewel. Dennis van Eersel van RTV Rijnmond en Emiel Schelvis van Ziggo Sport. Het is een gedenkwaardige uitzending, want het is de laatste keer dat we in deze setting bij elkaar zitten. De laatste uitzending in dit decor. Vanaf vrijdag zijn we vers nieuw in een ander jasje. Zometeen gaan we uitgebreid praten over het ontslag van de trainer bij FC Dordrecht vorige week, Gerard de Nooijer. Dus dan weet je dat vast, Hans. Dat komt zometeen aan bod. Maar we beginnen natuurlijk we beginnen natuurlijk met Feyenoord, dat ongeslagen blijft in de Kuip. Ook verrassend. Ja, vind je dat eigenlijk verrassend? Dat ze ongeslagen blijven in de Kuip? Nee, maar dat je begint met Feyenoord, wou ik eigenlijk zeggen, is wel verrassend. Waarom vind je dat verrassend? Omdat het altijd begint over Feyenoord. Dus is het niet verrassend? Dus is niet verrassend. Nee, precies. Feyenoord won, moeizaam, met 1-0 van FC Groningen. Hoe komt het, Hans? Want je bent niet alleen directeur van Dordrecht, maar ook groot Feyenoord supporter. Dat Feyenoord niet weet te overtuigen? Hoezo is het niet dat ze overtuigen? Ze staan toch nu gewoon derde met... En als we aankomende zondag, als we dan winnen van PSV... Ja, maar het is nu 13 punten. Even voor de duidelijkheid, dat is de nummer 3 op koploper PSV. 8 punten op nummer 2 Ajax. Dat is niet overtuigend, toch? En als ze dan winnen, dan is het dus weer wat minder. En met de nummer 4 en 5 is dan het verschil geloof ik ook 8 punten. Dus ze zitten dan wel in. Ja, maar nu neem je twee keer een voorsprong op het feit dat Feyenoord van PSV wint. Nee, ik zeg als ze van PSV winnen. Hè? En hoe geloofwaardig en denkbaar is dat? Nou, we hebben denk ik, als je gewoon kijkt naar de laatste 5 jaar, hebben we denk ik veel meer gewonnen thuis van PSV dan dat we verloren hebben. Goed, bij de directeur van Dordrecht kom ik niet echt veel verder. Dus ga ik naar Dennis van Eersel, onze Feyenoord-watcher. Yes. Je ziet iedere wedstrijd van Feyenoord, Dennis. Was die tweede helft van gisteren tegen Groningen de slechtste helft van Feyenoord dit seizoen tot nu toe? Nee, ik vond Trenzin uit nog erger om aan te zien. En die heb ik verdrongen. Iedereen heeft die verdrongen. Misschien bij Feyenoord zelf ook, maar dat vond ik nog erger. Maar dat het verval wel heel groot was gisteren. Iets wat we het hele seizoen wel al bij Feyenoord zien. Maar dat het verval gisteren wel echt extreem groot was, dat mag duidelijk zijn. Merk Emiel dat bij veel supporters toch echt de vraag leeft: hoe kan het dat Feyenoord, de nummer 16 van Nederland van dit moment, niet gewoon de wil kan opleggen? Ja, dat is iets wat het hele seizoen al gaande is. Ik heb gisteren met jou op de radio hebben we het lijstje nog eens even doorgenomen van de wedstrijden die Feyenoord dit seizoen heeft gespeeld. En dan kom je eigenlijk, gemeten naar wat Feyenoord zou moeten brengen, kom je eigenlijk aan één wedstrijd waarvan je echt denkt van nou, dat ziet er volwassen in alle opzichten klaar voor een bestorming van de top 2. Jij bedoelt de Supercup weer, hè? Ja, dat was de enige wedstrijd waarvan ik echt dacht van nou, dat was goed georganiseerd. Het was eigenlijk PSV geen kans geven. Nauwelijks een kans en zelf de beste kans via Vilena krijgen. En uiteindelijk via strafschoppen die schaal binnenhalen. Alleen, dat leidde daarna tot die bizarre week met Trenzin en de Graafschap. En toen was alles anders. Ja. En tot op de dag van vandaag leidt Feyenoord daaronder. Dennis gebruikte zojuist het woord verval. Trainer Giovanni van Bronckhorst hekelt ook dat verval van zijn ploeg. Nou, ik denk dat we niet zo'n groot verval hebben gezien dit seizoen. Ik vond het verschil de eerste 20 minuten met alles wat daarna kwam gewoon veel te groot. En dat kan niet en dat mag niet in een wedstrijd. Hoe komt dat jullie inderdaad soms terugvallen? Dat je een beetje terugvalt, oké, maar soms zo heel diep? Ja, dat is niet soms. Dat is al wel het hele seizoen, denk ik. Dus het is niet iets nieuws. Ik bedoel, als je zo'n wedstrijd speelt en als team zijn, dan kan je denk ik niet tevreden zijn. Dat is vandaag gewoon niet goed. Van heel het elftal niet. Op de eerste 15 minuten, 20 minuten na, denk ik, waarin we goed begonnen, fel. En eigenlijk na minuut 15, 20 werd het eigenlijk slordiger. En dat was eigenlijk gedurende heel de wedstrijd zo. En we hebben heel weinig meer gecreëerd, wel een aantal kansen. Maar we hebben ook natuurlijk een aantal grote kansen tegengekregen. Wordt daar in de rust bijvoorbeeld dan wel over gesproken? Want dan verwacht je dat het misschien wel weer zodanig neer wordt gezet dat jullie wel weer de wedstrijd in de handen krijgen. Ja, trainen geeft een aantal dingen aan. En proberen we dat op te pakken. Maar tweede helft was nog slechter. Ik hoop gewoon dat we betere wedstrijden gaan afleveren, waardoor we makkelijker winnen. En ik hier ook wat leukere interviews kan geven. Ja, het was ook voor hem zelf wel pijnlijk. Hij werd zelfs even uitgefloten gisteren tegen Groningen. Steven Berghuis. Wat vind jij daarvan? Vond je dat terecht eigenlijk? Ik vind het altijd jammer. Dat is een van wat je gaat het denk ik niet beter doorspelen als je gaat fluiten. Maar het was niet zijn allerbeste wedstrijd, dat was duidelijk. Nee, hoewel hij schiet er op de paal, hij is nog dichtbij een goal ook. Maar heb je het idee dat hij echt zo worstelt met zijn vorm? Ik heb bij Berghuis al het gevoel, die legt zichzelf zoveel druk op. Die wil zo graag de leider van dit Feyenoord zijn. Die wil zo graag, die heeft dat kampioenschap meegemaakt, dat succes weer hebben.
En op het moment dat het dan niet lukt, dat het niet loopt zoals hij wil, dat die lat niet wordt gehaald waar hij hem voor zichzelf legt, dan zie je af en toe ook aan de lichaamshouding, aan het kopje dat gaat hangen, zie je dat hij het daar moeilijk mee heeft. En dat is, ja, dat is wel iets waar hij aan moet werken, denk ik, om toch stabieler te worden gedurende zo'n hele wedstrijd. Ja. Nou ja, wat mij allemaal opvalt, is dat hij heel vaak duels laat lopen in de hoop van dat daarna balverlies wordt geleden bij de tegenstander, zodat hij in een vrije positie daarna kan voetballen. En op zich is daar niks mis mee, zeker niet tegen mindere tegenstanders. Maar vorig jaar en het jaar daarvoor ook, toen hij net kwam, had hij nog wel de modus om zich in wedstrijden, dat het er echt om ging, om zich ook, laat maar zeggen, in de energie gewoon bijna voor 110% maakte. Hij ooit tegen PSV thuis nog een hele bizarre overtreding. Maar ook in de uitwedstrijd kreeg hij ooit rood. Ook tegen PSV. Toen gaf hij heel veel energie. En die energie moet hij weer terug zien te krijgen. Want vanuit daar kan hij pas weer gaan voetballen. En ja, het lijkt wel vanaf het moment, er is veel over gezegd en geschreven, vanaf het moment dat Van Persie is gekomen bij Feyenoord, dat er een soort chemie tussen die twee is ontstaan. En die ontstaat ook altijd tussen goede voetballers onderling. Alleen om het leiderschap, ja, dat is een ander verhaal. En het bepalend willen zijn, daar heeft hij wel een klein beetje last van. Dat zit in zijn hele houding, dat hij dat graag wil zijn inderdaad, wat Dennis ook terecht aanhaalt. Alleen, dat kunnen waarmaken, dat gebeurt dus ook op basis van, als een echte vedette, ook in de werklust het voortouw pakken. En dat hoort ook bij Feyenoord. Als ik Larsson gisteren zie, Jurgensen heel ongelukkig. Die aanvallers, Wat is er, Emiel, met Jurgensen aan de hand? Ja, weet jij het? Ik zie hem uit de interlandperiode komen. Ik zie hem tijdens die interlands schitterende goals maken. Die een werd dan afgekeurd. Mm-hmm. Maar, en ik zie hem alles op gevoel goed doen. En hij komt, ik geloof dat hij ziek, zwak en misselijk was. Ja, lekker in de rust, hè, dat zei Van Bronckhorst. Ik zie hem naarmate de wedstrijd voordat. En eigenlijk begon het al bij de allereerste balaanname. Ja. Na dat balletje van Vilena. Want die moet hij gewoon in één keer afdrukken. Ja. Je ziet hem minder en minder en minder worden. En dan denk ik, hoe kan het in hemelsnaam? Wat is er met hem aan de hand? Ja, daar kan hij alleen zelf een antwoord op geven. En misschien is het wel heel simpel dat hij gewoon het gevoel niet heeft. En dat hij op het moment dat hij in die Kuip loopt, dat hij misschien de druk voelt. Ik weet het niet. Ja, dat zal maar zoals niet, ik hem nu zie, als hij dit deze hele week tijdens de training laat zien, dat zei ik gisteren ook tegen jou, dan kan wat mij betreft veel beter Van Persie in de spits gaan spelen. En het model zoals ze in die Johan Cruijffschaal speelden, kan dat beter gehanteerd worden. Want als Jurgensen die vorm heeft van gisteren, ja, dan heeft het geen enkele zin. Het is wel maar een paar weken geleden dat hij zijn tweede hattrick voor Feyenoord heeft gemaakt, hè, tegen ADO. Toen dacht iedereen van, nou, nu is Jurgensen echt weer terug. Wel hij tegen een ADO nu, dat echt om nee, niets kwam. Hij was dan nu ziek, zwak en misselijk vooruit. Dat wil ik dan nog meegeven. Hij heeft zelf in een interview wel eens gezegd, in een groot duel heb ik voor Feyenoord nog niet echt gepresteerd wat ik wil. Er komt nu een groot duel aan tegen PSV. Dat had een mooi meetmoment zijn voor Jurgensen om het toch te laten zien. Ik zou zeker nog even met die spits die zo lang gemist is blijven starten. Maar Emiel zegt dus van niet, Hans. Die zegt, ik zou goed kijken op de training van de week. Ja. Wat zie je aan hem? Maar wat vind jij? Zou jij Van Persie in de spits zetten en dan Toornstra waarschijnlijk daarachter? Ja. Nee, ik ben altijd een echte liefhebber geweest trouwens. Dat heb ik een half jaar geleden al een keer gezegd. Ik denk dat je Berghuis op 10 moet zetten. Maar dat heb ik altijd geroepen. Maar dat is zo zeker. Oké, maar hoe ziet jouw voorroute er dan verder uit? Zet je Van Persie rechts buiten? Ja. Ja? Ja, gewoon en een hele vrije rol. Want ik vind dat hij het ook niet helemaal kan belopen. In zeg maar, verdedigend opzicht. En dat vind ik ook geheel terecht. En die moet je ook die vrijheid geven. Maar die backs gaan lopen, hè, bij PSV? Ja, die backs gaan lopen. Ja, dat is absoluut waar. Maar de backs van Feyenoord gaan toch ook altijd lopen. Dus wat dat betreft zullen ze zijn denk van ik iets snel van niveau. Ja, oké. Okay, goed, maar de zoektocht dan toch naar lichtpuntjes bij het Feyenoord van dit moment. Dat wel gewoon gewonnen heeft, even voor de duidelijkheid. Dat moeten we niet onderschatten. En die winnen ook gewoon voor PSV. Oh, ja. En dan maakt Berghuis de winnende. En dan zit je hier zoals vorige week. Al dus de optimist, ja. Hans de Zeeuw. En dan zit je volgende week hier, waar gaan we het nu weer over hebben? Nou, daar hebben we echt nooit last van hoor, dat we ons afvragen waar we het over moeten hebben. Ik wil het namelijk nu even hebben over die lichtpuntjes, Toornstra net al benoemd. Geweldige goal, speelde een goede wedstrijd als vervanger van Van Persie. Maar Jordi Klaasie, hè? Klaasie is weer een beetje de oude Klaasie. Ja, zeker weten. Ja, we gaan helemaal mee eens. Oké, bedankt Hans, Dennis. Ja. Geweldige assist in ieder geval. Je ziet dat hij wat makkelijker ook begint te spelen. Af en toe nog wel slordigheidjes die we bij hem in het verleden niet zagen. Maar in ieder geval qua fysiek, qua het volhouden van weer hele wedstrijden spelen. Daar merk je het bij Klaasie denk ik vooral aan. Eerst moest hij toch weer voortijdig vaak gewisseld worden. Hij lijkt het nu gewoon makkelijker aan te kunnen weer zo'n hele wedstrijd. Ja. En dat is het eerste teken waarin ik zie van hij komt op zijn oude niveau terug. Ja, als je maar niet zo'n bal geeft zoals in de eerste helft tegen Groningen. Ja. Vanuit de midden zakt het steeds tussen de twee centrale verdedigers in. Speelde die hem in en toen kreeg hij hem gelukkig gelijk weer terug van die speler van Groningen. Maar dan moet je tegen PSV niet doen, hè? Toch, Emiel zegt Duncan en Paul zegt dat ook nu bij ons op de Facebookpagina, waar wij natuurlijk live te zien zijn. Ja. Deze trainer, Giovanni van Bronckhorst, maakt deze spelersgroep niet beter. Dat horen we nou iedere week. Hè? Ja, en dat schrijven ze op het moment dat ik net die lichtpuntjes bedoel, met ook keeper Bijlo die goed keepte. Nee, maar we weten allemaal, Jan de Jong heeft dat trouwens ook uitgesproken. Heeft dat ooit vervat in een soort
modus van Bronckhorst moet de Arsène Wenger van Feyenoord worden. Die heeft zoveel waarde gehad in prijzen voor Feyenoord op het afgelopen jaren. Die moet je de credits daarvoor geven. En Van Bronckhorst zelf heeft inderdaad vaak zo tussen de regels door aangegeven dat hij helemaal niet naar het buitenland wil. Maar er gaat misschien natuurlijk ook een moment komen bij Gio zelf. Van dat hij dat wat wij hier aanhalen en wat supporters vaak natuurlijk via allerlei instanties laten weten. Namelijk want dat ze het allemaal maar niks vinden. Het voetbal niks vinden en de achterstand niks vinden. En eigenlijk alles niks vinden. Mm-hmm. Misschien een beetje gerelateerd aan het kampioensjaar. Wat nog ergens toch nog wel redelijk vers op de harde schijf zit. Ja, dat hij er zelf ook een beetje tabak van krijgt. En dat hij denkt van ja, weet je, misschien is het wel beter om het laatste jaar te laten zijn. Hoe kijkt de supporter de Zeeuw daarnaar? Nou, ik vind zo en zo dat hij natuurlijk heel veel prijzen heeft gepakt. Dat is één. Ik vind het, als je nu kijkt naar het zwemvoetbal, is het inderdaad niet om over naar huis te schrijven. Dat is ook zo. Dus op een gegeven moment, je moet een modus zien te vinden of ze maar doorselecteren. Of op een gegeven moment gewoon een keer een andere trainer ervoor zetten. Maar ik zou altijd ze met Gio door de voordeur naar buiten laten gaan. Die heeft zoveel al dus voor deze club betekend. Ja, maar naar buiten gaan, dan neem je dus afscheid van elkaar. Je kan ook verlengen. Nou, je moet altijd een keer afscheid nemen van elkaar, toch? Je kan ook een soort Ferguson alleen, worden in de Kuip. Alleen het momentum is altijd. Nou, dat is hier niet. Ja, kijk, als je na zeg maar 8 jaar een keer kampioen wordt, heb je wel denk ik ook heel veel krediet. Maar het wordt wel een examen, die wedstrijd tegen PSV. Ja, maar in feite gaat die wedstrijd gaat bepalend worden voor het gezicht van Feyenoord de rest van het seizoen. Want ga je verliezen van PSV, dan is PSV helemaal weg. Die ga je never nooit meer inhalen. Ben je dus echt alle inspiratie vooral naar boven ben je kwijt. Nou, wat Hans net terecht stelt, die derde plek, dat komt wel goed. Ze maken elkaar onderling ook nog af. Ja. En Feyenoord gaat ook wel van VVV, denk ik, winnen die inhaalwedstrijd. Dus dat is een behoorlijke marge. Maar ja, is een derde plek, nadat je hebt aangekondigd om het kampioenschap mee te gaan, is dat voor iedereen te verteren, te begrijpen, gezien de enorme vorm die Ajax... We gaan door, Emiel, we gaan door naar andere zaken, naar Excelsior. Nee, we gaan volgende week naar een nieuwe studio, we gaan naar Excelsior. Dat na 3 nederlagen op rij wist te winnen gisteren, in een zeer matige wedstrijd, bij FCM 1-2. En daar, Dennis, waar het qua geluk zo vaak heeft tegengezeten dit seizoen voor Excelsior, zal het een keertje mee eindigen. Ja, gelukkig wel. Excelsior heeft een paar keer punten gemorst natuurlijk dit seizoen door in de slotfase een grote voorsprong weg te geven. Nou, nu kapen ze dan een keer de punten. Wel heel knap trouwens hoe ijzig kalm Kolwijk blijft. Want heel veel spelers als zijn bal die op de paal komt en daarna terugkomt, die houden dan niet het overzicht. Die gaan wild met de wreef, gaan ze rossen en dan vliegt die bal het stadion uit. Ja. Hij blijft ijzig kalm en dat doet hij echt goed. Hè? Kolwijk die zijn contract verlengd heeft. 2 jaar lang. En een briljant overstapje van ex-Dordtspeler Mamadov. Ja, die misschien wel hinderlijk buitenspel stond eigenlijk. Maar daar praten we maar verder niet over. Wel een lastig programma nu voor Excelsior. Ja. Met Utrecht dan, AZ, PSV, Heracles, dat allemaal nog voor de winterstop. Zitten we hier dadelijk eind december bij elkaar. Dat heeft 0 punten opgeleverd. Zijn we niet verbaasd. Daarom was die wedstrijd bij Emmen wel echt cruciaal natuurlijk. Hè? Met die reeks die daarna nog komt, had je anders zomaar echt op de laatste voorlaatste plek anders kunnen staan. Nu is er weer wat lucht. En Excelsior is ook wel de laatste jaren zo, want je stapt niet heel makkelijk bijvoorbeeld over een AZ uit of Utrecht thuis heen. De laatste jaren, als je dan van Excelsior niets verwacht, dan pakten ze opeens, vorig seizoen nog in ook, maar pakten ze wel de punten. Dus ik moet het nog maar zien. Vrijdag zonder Matthijs, hè? Ja. Ja, dat is wel, dat heb je dit seizoen wel gemerkt. Die achterste linie is al verzwakt ten opzichte van vorig jaar. En als je dan Matthij ook nog eens weghaalt, de beste van die 4 achterin, dat kunnen ze vaak niet dekken. Nee. Dan naar de eerste divisie, waar Sparta vrijdagavond niet verder kwam dan een werkelijk bloedeloze 0-0 tegen Jong PSV. FC Dordrecht pakte een knap punt bij Almere City FC, 1-1. Maar het belangrijkste nieuws bij FC Dordrecht was natuurlijk de afgelopen week het ontslag van trainer Gerard de Nooijer. Hans de Zeeuw is de algemeen directeur, dus daarvoor verantwoordelijk. Waarom, kort en bondig alsjeblieft, heb je de Nooijer ontslagen? Eigenlijk alleen maar om zijn dus negatieve uitlating iedere keer in de pers en over de spelers. Het is een heel verhaal geweest. Het is gewoon heel jammer hoe het naar buiten kwam. Dat was niet de bedoeling. Ik zat op zondagochtend met zijn zaakwaarnemer voor een hele dus nette vaststellingsovereenkomst. En op maandagochtend 9:30 zijn we bezig met de laatste 2 puntkomma's. En toen kreeg ik in één keer een voor ons heel raar berichtje dat dan naar buiten was gekomen via VI, via zeg maar Chris Tempelman. En die heeft zeg maar Gerard gesproken en die werd daarin geciteerd. En toen werden wij daar ongelooflijk door verrast. Waarom? Omdat wij hadden gehoopt gewoon om met een nette vaststellingsovereenkomst en dan naar buiten te komen waarin je ook gewoon keurig netjes zet wat je gewoon in je hele persverklaring zet. En dat was nu niet meer mogelijk. En dat is jammer.
En dan komen er berichten tot ons dat de Gerard de Nooyer te professioneel zou zijn voor FC Dordrecht. Een hele ongelukkige uitspraak geweest van Peter Drijver. Dat heeft hij zelf ook dat natuurlijk wel. Dat is jullie technisch manager? Ja, hij heeft hij zelf ook natuurlijk wel zeg maar, spijt van. En op een gegeven moment, hij heeft eigenlijk geprobeerd om Gerard ook daarin te beschermen. Maar hoezo bescherm je iemand als je zoiets zegt? Nou, ik vind overigens als Gerard, die heeft het gewoon de hele tijd gewoon fantastisch gedaan. En daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn. Hij heeft ook een periode gepakt en 19e geworden, 13e geworden en inderdaad de play-offs ons doen verrassen. Ja. Nou, zeer verrassend op een gegeven moment en dat heeft hij gewoon ook uitstekend gedaan. En ik heb altijd, want dat heb ik nog steeds, gewoon altijd een uitstekend contact met Gerard gehad. Maar het was gewoon... Jij distancieert je dus van die uitspraken dat Gerard de Nooyer te professioneel zou zijn voor FC Dordrecht? Jawel, gewoon dat zo en zo. En wij hebben natuurlijk ook, als je dus nu kijkt naar de samenstelling van deze groep, dat is allemaal voor 2 en voor 3 jaar, wat ook meer geld kost. Hè. Als je iets voor 1 jaar doet, is het allemaal wat makkelijker, want dan kan zo'n speler ook weer weg na zo'n seizoen. Die wil weer een hele nieuwe stap maken, wat ook logisch is. Dus we hebben daarin geïnvesteerd. Ja, en Gerard heeft ons ook wel verrast door eigenlijk... Want hij heeft zich natuurlijk heel goed daarmee bemoeid met de hele samenstelling van deze selectie, samen met Peter Drijven. Er is helemaal niets gebeurd wat hij niet wist. En hij heeft ons ook eigenlijk min of meer verrast door 2 weken voordat we begonnen met de voorbereiding. Hadden we de selectie al om dan ook nog te zeggen van dat hij zijn contract wilde inleveren. Hè? Want hij wilde naar de zandbak voor heel veel geld. Nou, althans, dat is wat dit, wij... Dit wisten wij nog niet, Hans, wat je nu vertelt. Nou, dan weet je nu een keer wat nieuws. Een keer? Ja, weet je. Een beetje aardig over ons programma. Nou, een beetje aardig. Nee, maar dit... kijk... Nee, maar dit is wel een reden waarom je dit nu ineens zegt. Nou, het staat van de week ook in VI, op een gegeven moment. En ik vind, dan is het ook open. En dan moet je gewoon de hele zomer transparant zijn. Het is niet door mij naar buiten. Dus hij zat met de griep in zijn lijf eigenlijk? Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel op het laatste. Weet je, op een gegeven moment gewoon... En mis je daardoor de overtuiging dat hij nog volle bak voor de FC Dordrecht zich wilde inzetten? Kijk, je moet het eigenlijk zo zien. Wij als FC Dordrecht, laat ik het maar zo zeggen, hebben gewoon een grote vergissing gemaakt door... Eigenlijk nu iemand ervoor te zetten met een contract wat afloopt ten opzichte van een hele jonge groep wat voor 2, 3 heeft getekend. Ja, dat is op een gegeven moment, dat was niet meer de chemie. Gerard wil natuurlijk ook graag weer een hele nieuwe stap maken, is gewoon een hele goede trainer. Maar het laatste half jaar was gewoon niet datgene wat we gewoon van elkaar hadden verwacht. Terwijl het jaar ervoor, ook in de eerste helft van het seizoen, was het ook eigenlijk allemaal... Net niet, hè. Als je kijkt naar de stand op de ranglijst, toen waren we geloof ik 2 of 3 na laatste. Toen hebben we ook in de winterstop kunnen repareren. En ik heb ook wel tegen Gerard gezegd, hè, want het was al na 2, 3 weken, van doe nou even rustig, want we kunnen nu gewoon niets doen. Het heeft ook geen zin om zo naar buiten te komen. En dat is het enige wat ik gewoon heel vervelend vind dat het is gebeurd. Ja, het heeft tot een hoop gekissenbis geleid. Ja, helaas. Een beetje geneuzel in de marge, mag ik dat ook zo noemen? 100%. Scott Calderwood neemt het nu tot aan het einde van dit seizoen over. Hij was de assistent. Er zou ook een akkefietje zijn geweest in de spelersbus tussen de Nooyer en Calderwood. Dat was bij een wedstrijd van Jong FC Dordrecht tegen Jong Sparta. Daarvan zeg jij, had dat gewoon lekker op een maandagmiddag met elkaar uitgesproken. Dan had dat waarschijnlijk niet tot een reden tot een breuk en nu een ruzie geleid. Dat verklaart wel een hoop. Het verklaart, het verklaart ook de... Maar dan gebeurt er in iedere voetbalclub. Het verklaart ook de woorden van Calderwood voorafgaand aan de wedstrijd tegen Almere. Ja. Maar die ineens plotseling een totaal nieuwe sfeer ontwaarde en werd weer gelachen. En dat zijn allemaal natuurlijk niet echt super collegiale Wat ik interessant nu vind, uitspraken. En nu verder. Want Calderwood heeft geen papieren, dus die mag het tot aan het einde van dit kalenderjaar doen. 40 sollicitanten hoor ik. Ja, 40 sollicitanten, ja? Nou, ik weet niet of... Dat is denk ik wel iets minder, maar we hebben wel... 30. Na 2 uur hadden wij al een aantal sollicitanten. Klopt het dus, na 2 uur? Na 2 uur nadat... Heerlijke wereld. Ja, op een gegeven moment is het een hele mooie wereld. Klopt het dat je met Ricardo Moniz hebt gesproken? Ja, dat heb je al gecheckt, dus ik ga dat niet ontkennen. We doen ons werk. Dat heb je hartstikke goed gedaan. Ja, we hebben met Ricardo gesproken. Die mij ook wordt hij het? Nee, die wordt het niet. Waarom niet? Omdat we er niet uit zijn gekomen. Heel simpel. Financieel. Ja. Want dat is ook wel een ding. De Nooyer staat aan de kant nu, maar die moet je wel gewoon tot aan het einde van dit seizoen doorbetalen. En je moet een nieuwe trainer aanstellen. Ja. Dat kost geld. Veel geld. Heeft Dordrecht zoveel geld? Jongen, het komt bij ons komt het gewoon echt met bakken uit de hemel. Dat jij zo rijk bent, Hans. Dat betekent niet dat de club ook zo rijk is. Hans zal wel een afspraak hebben gemaakt met de Nooyer dat als dit gebeurt en hij vindt een nieuwe werkgever,
dat het dan ophoudt of niet? Nee, we hebben gewoon keurig netjes. Kijk, wij zijn gewoon een hele nette club en we hebben het gewoon heel netjes met hem geregeld. En daarom vind ik het zo ongelooflijk jammer dat het zo ongelooflijk knullig naar buiten is gekomen. Ja. Wie wordt het wel, Hans? Wie wordt de nieuwe trainer? Als je spreekt met Monies, dat is wel duidelijk wat voor koers jullie in ieder geval uit willen. Want als er één iemand is met een duidelijke voetbalvisie die heel goed verkondigt, dan is het volgens mij Ricardo. Die geloof ik zelf ook wel van overtuigd. Ja, maar daar is op zich niks mis mee. Hebben wij hier verder heel last van aan tafel? Een beetje lachen kan ook wel eens helpen. Zeker. Dat heeft hij wat last mee. Monis wordt het niet. Wie wordt het wel? Ik heb echt geen flauw idee. Nou, dan ga ik wat aan mij noemen. We hebben hier aan tafel al Jondal Thomasson geopperd. Een paar dagen geleden. Okay. Hij gaat niet weg, joh. Bij deze nationale ploeg. Nee. Jack van den Berg. Die het goed heeft gedaan in het amateurvoetbal. Ja, maar ik ga hier niet in op naam. Het is eerst omdat het voor Peter Drijver is die er eerst mee moet komen. Ik ga niet over het voetbalgedeelte, maar uiteraard haal ik wel weer over het hele financiële gedeelte. Dat was ook de reden dat ik ook met Monis erbij heb gezeten, want het ging over het financiële gedeelte. Die had in eerste instantie aangegeven ook gewoon dat hij dus wel interesse had. Nou, daar zijn we niet uitgekomen. Maar vanuit de samenwerking die toch ook met Feyenoord nog steeds wel ambieert. Hè? Monis komt uit een Feyenoordstal van vroegere jaren. Ja. Daardoor dachten wij ook aan de naam van Thomasson. Denken we misschien wel aan de naam van Mario Been. Zou hij het willen? Zou hij in willen stappen? Die laat dat levertje bij Fox toch niet schieten voor... Nee, je weet het niet. Als die misschien weer een club wil doen. Nou, nee, ja, goed. Ik denk dat je hem dan zelf moet bellen. Maar als ik eerlijk ben, denk ik dat Mario wel heel graag wil instappen bij zijn NEC. Maar dat is, zoals ik er naar kijk, is voor hem natuurlijk ook een veel mooiere club om in te stappen. Wat meer in zijn beleving valt dan... Dan is ze Dordrecht. Is zo'n trainer uit het amateurvoetbal, want hij oppert de naam van Jack van den Berg en nameshooting heeft misschien niet zoveel nut, maar een trainer aanstormend talent die nu in het amateurvoetbal het goed doet, is dat wel iets... Groningen en Excelsior durft het. Waarvoor zou Dordrecht het niet durven? Die doen het aan het begin van het seizoen. De tijd is op, jongens. Die doen het aan het begin van het seizoen. Dat doe je toch niet halverwege. Dan moet je toch iemand hebben die min of meer gelouterd is, die de klappen van het zweep kent. Ik wens je heel veel wijsheid en sterkte toe de komende tijd in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer voor FC Dordrecht. En een overwinning van Feyenoord wens je hem toch ook toe, neem ik aan? Overwinning van Feyenoord wens ik iedereen toe. Jullie zeker. Hans de Zeeuw, wel bedankt. Dennis en Emiel. Overwinning van Sparta. Ja, die kunnen misschien wel kampioen worden. Dankjewel. We gaan door naar andere sportzaken. Met zometeen Luis Tavares, een Rotterdamse kickbokser die over 2 weken gaat vechten in Ahoy, in The Glory. Maar we beginnen met wielrennen. De Rotterdamse wielerformatie Delta Cycling gaat er voor het komend wielerjaar een flink stapje terug doen. Er was zondagochtend uitverkoop bij de campus van Delta Cycling Rotterdam. Zoals elk jaar gaan aan het einde van het seizoen de fietsen van de ploeg in de verkoop. Maar deze keer had het een vervelende bijsmaak. Delta Cycling heeft namelijk noodgedwongen geen proflicentie meer aangevraagd om ook volgend seizoen uit te komen op het continentale niveau, zeg maar de tweede divisie in het voetbal. De Rotterdamse wielerploeg is er niet in geslaagd om een goede sponsor te vinden om de proftak van Delta Cycling overeind te houden. We zijn natuurlijk hier naar Rotterdam gekomen na 26 jaar opleiden van talent om fietsers in beweging te zetten. Daar gaan we volop mee door en ook met topsport en talenten. Maar dat doen we niet in de vorm van een continentale ploeg, maar we gaan echt in de regio die topsporters vooruit helpen. Dat is jammer dat het wegvalt hè, voor dit moment, voor in ieder geval het aankomende jaar. Het is een mooi visitekaartje, topsport spreekt altijd aan. Aan de andere kant denk ik ook dat het nu ook wel heel duidelijk maakt dat we meer zijn dan alleen die ploeg. Hè, dat het duidelijk maakt dat wij die fiets echt zien als een fantastisch middel om mensen te binden, om mensen vooruit te helpen, fitter te krijgen. Dus ja, jammer. En aan de andere kant biedt het ook weer, hè, het is een cliché, maar het is wel degelijk waar, mogelijkheden en kansen om juist die stichting en het maatschappelijke deel meer onder de aandacht te krijgen. Delta Cycling blijft dus bestaan, maar de profploeg stopte dus mee. Meer dan 25 jaar maakte deze opleidingsploeg deel uit van het peloton. In het verleden met bekende sponsors als Van Vliet en De Rijke. Quante heeft de laatste maanden met een aantal bedrijven om de tafel gezeten, maar daar is uiteindelijk niets concreets uit voortgekomen. En wat mij zelf frustreert is dat je aan de ene kant zie je dus, hè, dat het gaat over maatschappelijk verantwoord of betrokken ondernemen. Dus heel veel partijen gaan ook mee in wat wij doen voor jeugd in Rotterdam, voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Maar vervolgens als je in het derde of vierde gesprek bent met een partij, dan gaat het toch altijd over zichtbaarheid, de klassieke zichtbaarheid. Ja, en die is op het niveau in elke sport, net het niveau voordat je doorbreekt, is die beperkt. Delta Cycling wil zich vanaf komend seizoen bezig gaan houden met de ontwikkeling van talenten uit Zuid-Holland.
Ja, we zijn aan het onderzoeken van wat is de behoefte van de clubs, wat is de behoefte van het district en van onszelf om iets toe te voegen. En het is waarschijnlijk dat het een kant op gaat waarin we inderdaad voor de regio talent vooruit helpen. En wat voor naam het beestje krijgt, dat weten we later volgende maand. Hoop je stiekem dat er ooit toch wel weer prof... Ja, niet alleen stiekem. Ik hoop oprecht dat we daar misschien juist wel, nu het omgedraaid is, dat we die maatschappelijke functie en die maatschappelijke projecten misschien wel als motor gaan vinden voor het weer opstarten van een professionele ploeg in welke hoedanigheid dan ook. De terugkeer van kickbokser Luis Tavares bij Glory komt steeds dichterbij. Op 8 december stapt hij in Ahoy in zijn thuisstad Rotterdam de ring in tegen de Let Arthur Gorlov. En de voorbereidingen zijn volop aan de gang, op alle fronten. Vandaag staat een teken van mijn uiterlijke verzorging, voor mijn lichaam. We gaan eerst kleding uitzoeken bij Balieu, dat is een trouwe sponsor van mij. Als team moet je goed voor de dag komen, op de dag van de wedstrijd. En dat gaan we dus nu uitzoeken. Ik ben wel echt overtuigd van mijn eigen kunnen. Ik ben niet iemand die bescheiden is wat dat betreft. Ik denk ook gewoon dat ik ook 8 december gewoon weer win. Zo, wacht eens even. Of formaat dit? De kleding die ik nu aan het uitzoeken ben is gewoon voor heel het team. Dat we er netjes bij lopen die dag. En als heel het team in één trainingspak loopt. Dat staat toch altijd wel af, dus vandaar dat ik nu hier ben. Ik heb altijd wel een grote mond, maar dat valt in het niets met hoe hard ik train. Ik ben wel altijd, zeg maar, niet bang, maar altijd wel een vrees dat ik niet presteer naar mijn kunnen. Dat is altijd het enige wat ik dan heb, is een beetje twijfel. Weet je, want het is toch een momentopname, het kan van alles gebeuren. Weet je kan de dag van de partij wakker worden, je bent ineens ziek, zwak, misselijk. Kan gebeuren. Je kan op iets ongelukkigs lopen in de wedstrijd, waardoor het heel anders loopt. Dus die dingen zitten er allemaal bij. Dus dat is mijn enige lichte twijfel wat je altijd hebt. Ik moet sowieso shirts bedrukken. Ja, toch? Mijn broekje moet bedrukt worden. Broekje. En daarbij willen we ook allemaal voor hun een trainingspak hebben. Achterkant Spurp, ja. Balieu, 010, mezelf, mijn zoontjesnaam. That's it. Okay. Toen hij pas geboren was, vocht ik voor de wereldtitel tegen Jafar Wilnis. En echt vlak voordat ik de ring opkwam, kreeg ik een foto van hem. Dat hij stond te kijken, dat hij al klaar stond. En dat heeft echt wat met me gedaan. Want toen besefte ik het echt pas van, hey, je doet het niet meer voor je eigen, weet toch? Je hebt nu ook een kleine erbij. En voor hem doe je het ook. Dus sindsdien draag ik hem op mijn broek. Misschien meet ik een gekke koep aan dit keer. Ik weet het nog niet. Maar ja, sowieso naar de kapper. Dus je moet gewoon voor zorgen dat je er goed verzorgd uitziet. En ik ben er wel zo in van. Op zich ben ik best een saai persoon. 8:30 sta ik op. Staat mijn shake al klaar als mijn ontbijt. En dan ga ik trainen om 10:00. Sparren. Heb ik even rust, ga ik naar huis slapen. Ga ik weer, heb ik om 3:00 weer mijn krachttraining. Mijn dagen bestaan alleen uit trainen en rusten vooral. Volgende week volgen we Luis Tavares nog een keer tijdens de voorbereidingen in de aanloop naar zijn gevecht op 8 december in Ahoy bij Glory. Oké. Wensen wij Luis Tavares heel veel succes bij. Tot zover de sport op deze maandag 26 november. Als gezegd, de laatste FC Rijnmond vanuit deze setting, vanuit dit decor. Meer dan 8 jaar lang was dit decor voor FC Rijnmond bestemd. Maar na vandaag dus niet meer. Vrijdag zitten we in een compleet nieuwe setting. Dan met Etienne Verhoef en Sander de Kramer gaan we verder vooruitblikken. Natuurlijk op die topper van zondag in de Kuip tussen Feyenoord en PSV. Laatste keer dat Feyenoord in de competitie won van de ploeg uit Eindhoven. U weet het vast nog wel in het kampioensjaar. Laten we er maar eens naar kijken. Goedenavond. Terence Congolo linksback komt mooi op. Prachtige paas. En Jens Toornstra, we weten het, scoort alleen maar in de Kuip. En dit is een fraaie treffer, de vroege 1-0 voor Feyenoord. En dan de 2-1. De kopbal van Jan-Arie van Heijden zoekt pakt de bal voor de lijn, maar trekt hem onbewust heel dicht naar voren. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door woning, keukens en badkamers.